Hallo dames en heren en ontzettend tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe minigame. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben vandaag samen met... The Trainman. Heb je een nieuwe bijnaam, The Trainman? The Trainman. The Trainman. Yeah, I like trains. You like trains? Chik chik toot toot. Let's go! Nou, waar je ook van houdt is Egg Wars. En wij spelen nu Egg Wars, maar dan niet zomaar een Egg Wars. Nee, want wij zijn ook niet normaal, mensen. Wij zijn niet normaal. Maar Egg Wars is nog steeds wel razend populair. Tenminste, volgens mij. Dus als jij het heel cool vindt dat we Egg Wars doen, doe dan een blauw duimpje omhoog. Wij spelen in de vertrouwde map Toys. Maar ik moet er wel even wat bij zeggen. Dit is niet de normale modus. Het is de speed modus. De speed modus. Even kijken hoe dit ook alweer werkt. Hiernaast is kan je die andere even uit aandoen? Dan kan ik hier kijk staan. Dank je. Oh, kijk hoe snel dit gaat. Zal ik gewoon naar het midden rennen? Ik ga naar het midden. Ik neem alleen een zwaardje mee. Het gaat nog allemaal veel sneller dan eerst gewoon. Omdat we alles heel erg snel krijgen. En je ziet al heel veel mensen ook naar het midden gaan. Ik ga. Ja, is goed. Ga jij maar. Hoppakee. Oh, ik kan alleen niet meer terug. Wat doe ik hier? Ik heb geen blokken. Ja, wacht. Dan moet ik ook blokken halen. Ja, gaan we even blokken halen. Oké, ik heb blokken. Oké, pak daar de diamonds daar. Ik ga iemand killen. I have diamonds. Oh, jij bent gewoon in één keer eraf gesprongen. Wow, dat was zo'n verre sprongbaan trouwens. Ja, ik heb potions, heb ik. Oké, even kijken. Speed potions. Maar ik ben mensen aan het killen. Hier, ik heb allemaal kills. Nice. En ik heb een plek naar huis gemaakt weer. Oh, daar ben jij. Hoppakee. What the fuck? Huh, is dit een andere... Hey, what the fuck? Oh, dat ben jij. Ja, dit ben ik. Ik moest even niet idee, jongens. Hij moet echt inkomen, die Jeremy. Oh. Maar ik heb het idee dat het hier helemaal anders is. Maar kijk. Ja, kill hem. Ja, hoppakee. Pak hem. Oh, nice. Oh, ik ga hem eraf slaan. Ik ben sneller. Boom. Waar gaat hij heen? Lucky Luke. Ik dacht dat ik hem nog... Lucky Luke. Ja, mijn eten is bijna op. Enzo, ik kan niet meer rennen. Heb je eten voor me? Ja, ik heb eten voor je. Eten voor mij. Ik heb eten hier voor je. Ik heb 5 diamonds. Wat doe ik? Ik al tappen ongeluk. Mijn hele game was in één keer weg. Naar huis? Wacht, welk huis was van ons? C? Welk huis? Groen. Tussen haakjes DG. Ik weet niet waarom, maar... Je moet oppassen dat er niemand naar ons toe komt trouwens. Hè? Waar is groen? Wij zijn groen, Jeremy. Ja, maar waar is het? Het is... Oh ja, ik ben bij mijn eigen ei. Ja. Het is allemaal goed gekomen. Oké, mooi zo. Oké, ik heb 5 diamonds. Zal ik onze... Oh, ik kom weer... Kan die al aan? Ik kom weer naar huis. Kut, volgens mij heb ik te weinig. Oh, er is iemand van rood. Oh nee, ik heb genoeg. Er komt iemand van... Oh nee, toch niet. Als er iemand van rood komt, zijn we dood. Nee, ik kom nu terug. Ik heb gewoon 5 diamonds voor de diamond generator, hè? Ja, maar die heb ik al. Dat zei ik net. Oh, ja, maar het is alleen maar goed dat we er meer hebben. Dus die mag je houden. Oké, rood komt niet naar ons toe, toch? Nee, rood komt niet naar ons toe, dus dat scheelt. Ik wil eigenlijk even doodgaan, zodat ik weer opnieuw mijn speed potions krijg. Oh, dat is best wel een goede tactiek, ja. Ja, ik heb haste gekregen. Maar ik dacht dat ik dan gewoon een pickaxe kreeg, maar blijkbaar niet. Ik ben gewoon opgelicht. Ja, ik kan sneller minen, maar dat is het enige. Hé, maar zal ik dat even doen? Ik heb toch niet zoveel. Dan geef ik gewoon even mijn spullen aan je. Dan drop ik gewoon mijn spullen hier. Dan span ik toch opnieuw, of niet? Ja, tuurlijk. Doe dat gewoon. Ja, waarom niet? Oké, dan drop ik even alles hier. Niet op. Oh, er komt iemand! Hij wil een flank attack! Een flank attack? 4? Ik heb hem wel afgeslagen. Oh, lekker bezig, Jeremy. Ik ben wel dood. Voor 3 seconden, maar dat maakt niet uit. Jij bent zo scherp. Ik was scherp. Ze zijn hier achter ons, hè? Oh ja, jij bent hier even niet scherp bezig. Oh ja, ik zie het hier zo. Ze gebruiken mijn tactiekje. Ja, ze gebruiken jouw strategische... Je ziet me niet, maar ik ben er wel tactiek. Ja, precies. Hier, kom dan even, want ze komen hier weer, hè? Ja, ik moest even een pickaxe maken. Oh, we gebruiken hun eigen tactiek tegen ze. Oh ja, kijk, daar ben ik. Oh shit. Ik ga omhoog. Nee, wat doe je nou? Jawel. Waarom ga je nou omhoog? Nou kijk, dan kan ik via hier, kijk. Je kon überhaupt al, okay. Kijk, hoppakee. Ja, je bent cool. Kom op. Ja, ik heb hem. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Lekker bezig, maat. Hij maakt me wel dood. Ja, het was heel knap geweest anders dan als ik hem had. Maar ik heb hem doodgemaakt en er komt meteen een ander team naar hun toe. Oh, er komt iemand, naar ons. Er komt iemand naar ons? Waar? Oh, kom op. Oh ik Enzo? Ben hier aan het vechten met hun. Ik ben hier aan het vechten, maar ik heb geen eens... Ik zie het. Oh, ik sla hem eraf. Ik sla die grijze eraf. Ja, ik heb één grijze eraf. Wat doe je? Achter je. Ja, ik pak deze ook. Ook eraf, kom op.
Pak die man. Ja, ik ga hem achter me aan laten en dan ga ik me omdraaien en dan in één keer... Oh! Oh! Bezig. Oh, ik pak jou! Er van de map af. Oh, hij heeft me, hij heeft me. Even kijken, ik wil er nog wel heen om hem te killen. Oh nee, hij rent weer weg, hij rent weer weg. Ik ga even naar, wat zal ik doen? Oh, hij is in het midden. Ik ga even hunten en zo. Alleen met een houten zwaard, maar ik ben heel snel, dus ik kan ze gewoon eraf tikken. Oké, we moeten wel die diamonds elke keer bewaren, hè? Of pakken. Oh, ik heb 8 diamonds in mijn inventory, shit. Ja, zie je, die Ollie Games, die Ollie Game komt naar ons toe, Oké, ik kom je helpen. Heel snel ook. Ik ben heel snel. Oké, ik heb alles zo snel mogelijk. Oh, kijk, hij is er al, Doe, ik ben er. Ik ben er. Laat hem niet... Kijk, dat bedoel ik. Zie je? Dat bedoel ik. Die Ollie Games, die was hier heel snel. Nou, hij leeft nu niet meer. Dat kwam omdat jij mij in de steek liet, Jer. Oh, alleen Gray leeft nog. Was dat Gray? De Train Man. Dit was Ollie Games die je nu hebt gekillt. Ja, dat was Geel. Oké, die zijn nu uitgeschakeld. Ollie Games is nu helemaal weg. Maar waar zit Gray? Die leven nog. Oh, grijs bedoel je? Ik dacht dat je dit over een persoon Gray had. Maar het is gewoon... Nee, gewoon grijs. Team grijs. Gaan we team grijs. Gaan we voor de 25 diamonds? Gaan we voor de 25.000 likes op deze video? 25.000 likes! Gaan we voor de 25.000 likes op deze video? Ja. Ik ga geen dure armor kopen, want dat boeit niet. Oké. Okay. Yo, armor is super handig. Waarom zijn we DG eigenlijk? Waarom heten we DG? DG, Dark Green! Nee, Dope Gigas. Dope Gigas. Dope Gigas. Oké, we moeten nog even wat spulletjes samen. Zal ik een boogje kopen? Nee, ik wil gewoon mensen slaan. Ja, ik heb 16 diamonds. Hoeveel heb jij? Want anders kunnen we het 25 upgraden. Ik heb er 10. Oh, laten we upgraden. Give me the diamonds. Oh, dankjewel. We willen upgraden, maar dan wil je hier saai zitten. Saai. Ja, we gaan er heel eventjes een paar leuke spulletjes en dan gaan we er vandoor. Oh, Gray loopt op het midden. Maar, rood gaat ze proberen uit te schakelen. Oh ja, ik zie het. Oh, dat is alleen maar gunstig voor ons. Ze zitten met z'n 2 op het midden, dus ze gaan sowieso dood. Ze komen naar ons. Willen we wegrennen? Nee, we gaan niet wegrennen. We zijn niet bang. Ja, Hold your ground. Rood gaat ze uitschakelen. Hold your ground. Rood schakelt ze uit. Ik kan een diamond sword maken. Doe het snel, want ze komen. Ik heb een diamond sword gemaakt. Ik ga het niet laten zien. Oké, daar is Gijs, daar is Gijs. Gijs is er. Oké, ga ik erheen? Ik ga erheen. Hier. Nee. Ja, hij gaat weer weg. Kijk, hij moet bang zijn. Hij moet dus een bang houden. Tenminste, ze zijn daar wel heel zwak. Ze hebben geen ding meer. Ze hebben geen ei. Ze hebben geen ei meer. Oh, niemand heeft weer een ei. Ja. Jotem. Niemand heeft meer een ei. Oké, nu heb ik al beter armor. Hoppakee. Waar de is goud? Ik ga gewoon voor die... we hebben die goud nog niet. Oh, nu wel. Wat? Had je goud al die tijd bij je? Ja. Oh. Ja, ik wist niet waar die generator zat. Oh my god. Oké, ik heb full iron. Als jij nu even een diamond zwaardje maakt... Ja, ik hoef alleen maar diamond sword. Voor de rest ben ik wel gewoon best wel blij, namelijk. Best wel blij. Je bent over het algemeen een blije jongen, jij, hè, Jeremy? Ik ben over het algemeen best wel een vrolijke... vrolijke knaap, jij. Vrolijke knaapie. Heb je genoeg eten? Ja, ik heb genoeg eten, ja. Ik bouw even wat eten. Zo, ik heb ook... Oh, ik zie ze daar. Oh, ze zitten achter elkaar. Oh, wat gebeurt er? Oh, dit is zo spannend. Oh, ze zitten daar te vechten op een brug. Hoe kunnen ze dat overleven daar? Hoe kunnen ze dat daar overleven? Oké, ik heb een diamond sword. Zullen we ze killen? Ja. We kunnen via hier. Oké, we kunnen via hier. We kunnen ze flanken. Weet je flank? Ga je met me mee? We gaan gewoon straight face forward. Nee, kom je. Oh, ze hebben niet door dat ik hier ben. Ja, ik ben er. Oh, ze hebben niet door dat ik hier ben. Ik ben er nog niet, trouwens. Ik heb 1 iemand eraf. Oh, lekker bezig. Oh, en hij gaat erheen. Wat doet hij? Oh, er zijn 2 dood. Oh mijn god. Oké, kom aan. Nu moet ik snel appeltjes. Oké, hij is hier. Ja, ik zie hem. Ik ga hem vechten. Ja. Pas op voor de brug. Nee, Jeremy, pas op voor de brug. Ik zei het nog zo, pas op nee, maar voor de brug boeit niet! Ik wilde er gewoon heen! Ik zei het ook, pas op voor de brug! Nee, je moet niet bang zijn voor dat soort kleine akelige dingen. Kijk, hij staat nu op de brug! Ja, maar hij gaat nu ook weer weg van de brug, want hij weet dat als hij gaat tikkie-takkie, dan hikkie-hakkie. Die 2 rooien leven gewoon nog, wat de hel? Ja, dus ze leven allebei nog. Hebben ze allebei iron armor? Ja. Echt waar? Ja, dus je moet tikkie-takkie. Ik moet tikkie-takkie. Hij bouwt omhoog.
Ja, ik ook. Hij heeft niet genoeg blokken. Hij heeft wel genoeg blokken. Hij komt uit 2002. Ja, 2005, je hebt hem, Enzo. Kom Tikkie op. Takkie. Je bent ouder dan hem. Tikkie, kom op. Slaan erop. Waarom gaat hij niet af? Oh, die vriend komt. Ja, ik ga al weg. Ren naar de brug. Zo. En dan doe Tikkie Takkie. Oeh. Ja. Oh, hij heeft een boog. Die guy heeft een boog. Wat een snotjoch. Ja, wat een snotjoch heeft hij een boog. Oh, daar komt hij hoor. Tikkie Takkie. Oh, maar ze hebben ook golden apples, jezus. Heb ik hem bijna eraf? Ik heb hem niet eraf. Nee, nu is het helemaal tikkie. Oh. Maar hij komt uit 2005, joh. Kom op, die heb je wel. Oh. Check hoe ik escape hier gewoon. Duke. Ja, ik zie het. Ga anders naar geel. Ja, maar hij heeft een boog, toch? Hij heeft een boog en hij... Oeh, hij schoot mis. Hij kan niet schieten, hij komt uit 2005. Oh, ik ben doodgeschoten. Ik had nog maar anderhalf hartje. Oh, wat een game, Jeremy. Allemaal omdat jij die brug overging. Helemaal niet, omdat jij daar als een snotjoch stond. Te kijken als iemand uit 2005 die niet durft te gaan. Ja, dat was het. Even teamoverleg, Jeremy. Even teamoverleg. Wat we dadelijk moeten doen is... Je pakt het iron, je maakt blocks en je gaat naar het midden. Oké. Oh ja, met die speed ben je natuurlijk super snel, dus dan race je iedereen voorbij. Oké, de egglegs, dames en heren. Dit is onze strategie, allebei de egglegs. Daar is ook Diamond al in het midden daar. Oh, kunnen we daar met die poison misschien in één keer heen springen? Ja, sowieso. Dat ziet er wel naar uit, hè? Ga jij het proberen of zal ik het proberen? Nee, het kan sowieso. Ik ga er maar in. Oh, wow, 20 gold, dat hoeft helemaal niet. Wow. Oh, hier, God, we hebben ook al meteen gold. Kan jij een brug maken of wat? Wat wil je? Ja. Ik wil weer omhoog. Ja, heb je een brug nodig? Ja, ik wil weer omhoog kunnen. Oké. Hier, ik heb nu drie diamonds. Oké. Hier, er komt nu iemand. Kan je komen? Ja. Even kijken, brug. Hij heeft een zwaard. Ik heb maar een paar hartjes, wat de hel? Enzo. Ja, ik ben er. Hier. Ik ben met hem aan het vechten. Kan je hem slaan? Kijk hoe weinig hartjes ik heb hem. Kan je omhoog gaan? Ik heb 4 diamonds. Go. Mag ik ook omhoog? Ja. Ja, dank u. Alsjeblieft. Wow, wat hebben we weinig hartjes inderdaad. Wat is dit voor minigame? wat kut. Wat is dit? Maar wat hebben we aan deze 4 diamonds eigenlijk hier? Wat gebeurt er? Ja, waar is die diamond? Volgens mij is dat hem. We delen hem. Oh, we delen de diamond. Hé, wat is dit voor iets raars? Ja, ik vind het ook een beetje gek. Ik heb niet eens genoeg hout voor... Of niet genoeg iron voor... Genoeg hout? Wat? Zwaard. In Eggwars, wat? Oh mijn god. Ik had gewoon armor en ik ging zo snel dood. Ik dacht echt, wat gebeurt hier met me? Ja, dus hier is... Ja. Ja, dat is echt zo raar. Maar ik heb wel... Even kijken, heb je dan wel wat aan een golden apple? Volgens mij ga je echt veel te snel dood gewoon. Iemand heeft gewoon weinig levens aangevinkt. Serieus? Dat is het. Ja, dat kan je aanvinken. Ja, welk snotjoch is dat? Geen idee. Die dat heeft gedaan. Gaan we naar een team meteen? Ik zit er wel inderdaad aan te denken om naar hun toe te gaan met mijn speed potion. Ja, hè? Dat dacht ik al. Ik zag je al een beetje azen, weet je, met die ogen van je. Even kijken, als jij even voor mij een pickaxe maakt, zo'n simpele, dan ga ik met mijn speed potion daarheen. Oké. Ik ben echt super snel. Ik maak een simpele pickaxe. Hoppakee. Ik heb Want ik kan met mijn speed potion kan ik dit wel, haal ik dit wel. Ik heb hier een simpele pickaxe voor je. Wacht, maar ik denk dat ik doodval van deze hoogte. Alsjeblieft, ik heb ook armor voor je. En wacht. Hier. Hier. Oh ja, thanks. Oh, hij staat er al. Wacht, dan maak ik even een nieuw zwaard. Maakt niet uit. Ik neem dit. Even kijken, een nieuw zwaard. Okay. Oh, 16 gold heb ik eigenlijk nodig. Oh nee, nu gaat hij naar mij toe. Kut. Ja, fuck. Ze hebben hem al... Oh ja, ik heb hem eraf. Ze hebben al helemaal obsidian eromheen, gast. Oh, dat meen je niet. Hoeveel is obsidian dan? Ja, helemaal obsidian erheen. Even kijken, hoe is obsidian? Oh, 15 gold. Oh ja, dus dat zou ook wel snel kunnen, ja. Hier, upgrade die gold generator. Ja, ze rennen sowieso meteen naar ons. Ja, die gold generator moet ik dan... Ja, want ik kan nu 1 obsidian. Ja, upgrade die gold generator. Ja, 10 diamonds heb ik. Ik heb 5 diamonds. Maar hij gaat weer omhoog. Ik neem zo die... Ik ga hem tegenhouden. Ja, is goed. Ja, nice. Ik nam voor de zekerheid golden apple. Ja, er komt er nog één. Lekker, yes. Jeremy. Kijk, dat teamoverleg, dat is gewoon goud, man. Ja, ik hou hun gewoon bezig. En als jij dan eventjes... Oh, wacht. Ik heb al 7 obsidian. Blijkbaar was het toch iets minder dan ik had gedacht. Kijk, hoppakee. Hier, okay, ik hou hun gewoon tegen daar. Zo, obsidian is maar serieus 3 gold. Wat is dit voor... Wat hebben we voor rare instellingen gekregen? Ja, dat is wel een beetje gek.
Ik heb even weer armor. Hoe de hel gaan we dat ooit doen? Kijken we hier bouwen dan, als we twee stelletje aapgieren. Ja, wacht. Oh, hij springt zelfs mis. Ik zag het, ja. Wat is dit nou weer? Oh, ik heb 10 gold nodig. Oh, ik heb nu 10 gold. Kijk, dan heb ik een goede pickaxe. En dan ga ik er gewoon heen, weet je wel? Ik heb hem. Oh, fuck. Ik ben er wel zelf afgevallen, maar dat maakt niet uit. Oké, we gaan straks met z'n tweeën, oké? Ja, als jij gewoon echt super goed geert, dan hou ik hun de hele tijd tegen. Ja, is goed. En ik blijf die diamond ook wel pakken hier zo. Ja, want hun killen zichzelf nu gewoon de hele tijd. Ja, klopt. Echt super raar. Oh, hij wil naar jou toe, denk ik, maar... Maar die andere guy wil ook weer. Maar ik snap niet wat ze gaan doen, want we hebben gewoon allemaal obsidian eromheen. Ja, dus ik weet het ook niet. Ze gaan gewoon komen om te pesten, man. Ja, hier, ik heb hem nu weer dood. Ik snap niet wat hij aan het doen is. Oké, die andere die lijkt wel een beetje AFK te staan, eerlijk gezegd. Oké, ik heb even een chest gemaakt en die zet ik hier om de hoek, ja? Oh, mijn god. Oh, dat was zo dom. Oh, hij is daar nu in het midden. Ja, die guy is in het midden. Ja, ik wilde hem pakken, maar het ging niet goed. Oh, mijn god. Kill hem, want hij mag geen diamonds. Heb je hem? Oh yes, ik heb hem. Oh, beter. Hoppakee, yes, ik heb hem. Oeh, dat scheelde niet veel trouwens, sloeg best wel vaak mis. Maar blijkbaar als je eenmaal een golden apple... Oh, die andere komt weer. Ja, kan je ook een beetje dingen voor mij maken, want ik offer mijn leven nu de hele tijd op. Ja, is goed. You got him. Hoppa. Ja, ik snap niet wat hij wil doen, want er zit allemaal obsidian omheen. Dus hij krijgt hem toch niet met zijn handjes. Wacht, zullen we nu naar hun toe gaan? Ik denk dat ik er wel kan hebben. Wacht, ik maak het even armor voor je. Ja, maar heb je wel iets dat snel hier obsidian kan breken? Ja. Ik heb een diamond pickaxe. Ja, nu gaan we. Nu moeten we gaan. Hij wil naar ons. Wacht, als jij hem bezig... Oh, jij gaat er gewoon heen. Tuurlijk. Hoppakee. Ik ben wel dood, maar het maakt niet uit. Oh mijn god, hij heeft mij ook. Hij heeft mij ook. Dat is wel kut. Oh nee, ja, want ik had echt veel items. Ja. Oh, en daarom had ik die chest gemaakt, maar daar had ik nog niks in gedaan. Heb je niks meer. Oké, maar dat komt door dat weinig levens. Dat is echt zo weinig, dat is niet normaal. Maar we hebben geen diamond generator, die moeten we delen. En we hebben geen andere iron generator. Dit is zo wennen. Ja, dit is wel een beetje gek, ja. Wacht, ik pak even snel de diamonds op het midden. Ja. Hoppakee. Oh, die guy komt. Ik moet echt een stone sword hebben of zo. Of een betere zwaard. Ja, ik kan nu een beter zwaard maken. Er komt rol, ze komt wel naar ons toe. Oh, ook al? Worden we gesandwiched? Ja, ik weet niet wat hij doet. Hij heeft me gekilled. Godverdomme. Oh ja, ik zie het. Klootzak. Hij sloeg me één keer met zijn godverdomme hand. Yes! Oh, ik heb die ene heb ik weg. Die ene heb ik weg. Ja, de twee rolsen komen. Twee rolsen. Ja, ik zie het. Jongen. Wat een stelletje. Wat een klootzakken. Ja, ik ga zo gewoon. Ik wil. Oh, ja, die guys blauw komt. Ja, wat wilt iedereen ineens op ons? Wat een stelletje lullo's. Wat een stom rotspel. Waarom worden we gesandwiched? Ja, iemand staat de ding te slaan. Oh mijn god. Ja, ik weet het, maar ik heb iemand gekillt. Ja, ze staan de obsidian te slopen en zo. En zo, ze slopen het! Ja, ik weet het. Ze willen zichzelf inbouwen. Ja, maar het mag niet. Sla hem gewoon. Blijf hem gewoon slaan. Ja, ik blijf hem hier slaan. Hier, waar die andere guy? Waar is hier is die andere guy. Oké, ik ben over drie seconden. Ik hou hem bezig. Ons ei is destroyed. Ik ben weg. Wat een stelletje sukkels, man. Ik leef nog. Wat een klote spel. Hoe kan ik in één keer weer leven? Wat een klote game. Zien ze mij nou niet? Weet ik veel. Nee, ze zien je niet. Ben ik nou... Red ik waar het hier? Waar ben je? Oh mijn god. Leef je oh nog? Oh mijn god. Je leeft nog. Waar zit je? Oh, daar ben je. Ja, die guy komt achter je aan. Oh mijn god. wat een stom rotspel. Jongen. Oh nee, nu ben ik dood. Ja, ik probeerde hem nog te halen, maar wat er... De mensen die hadden gewoon weinig held en super goedkope items. En dat is gewoon niet leuk. Kijk, dit is de normale Aghorst, mensen. Shellcracker. Hier krijg je gewoon een golden pickaxe. En dan foten we op normal items. En we foten op normal held en niet half held. Dat is echt zo weinig niet normaal. Dat is een soort van hardcore survival modus. Waarin je gewoon super snel doodgaat en heel voorzichtig moet zijn. En eigenlijk meteen de beste gear moet hebben om een beetje te kunnen overleven. En dankjewel allemaal voor de complimentjes over mijn haar. Ik heb mijn haar gewoon gedaan. Haar gedaan. Ja, gek hè. Jij weet geen eens hoe dat eruit ziet als ik mijn haar heb gedaan. Nee, klopt. Nee. Ik doe eigenlijk nooit mijn haar. Nou, maar maakt niet uit. Maar hey, vandaag is de verjaardag van D, hè? Dus ja, vandaar dat ik speciaal mijn haar heb gedaan. Want D, die vindt het heel erg leuk. Happy birthday to you. En je zei het al, happy birthday. Ja, dat was de grap. Dat was de grap, man. Oké, ik ga er meteen vandoor.
Ja, ik piep hem ook. Ja, gaan we allebei wegpiepen? Ja, ik piep hem. Oh, is het handig om allebei te piepen? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet namelijk. En ja, op zich zou ik nu al eentje willen winnen gewoon. Ja. Kijk, ik heb meteen 5 diamonds. Dus... Oh, er komt iemand naar ons toe. Ga naar het uiteinde. Rood komt nu omhoog. Ga naar het uiteinde. Ik kan hem zo ervan aftikken. Ik ben daar niet. Huh? Ben je niet bij ons eiland? Nee, ik ben niet bij ons eiland. Ik heb iemands ei kapot gemaakt. Echt? Hier, ik heb een ei. Oké, maar hij gaat ons ei denk ik ook kapot maken. Oh ja, god, ja, ik red het geen eens om omhoog te komen. Nee, hij is er al. Ja, ik red het gewoon niet om omhoog te komen. Ik kan gewoon niet omhoog. Ik heb niet genoeg blokken. Hoe moet ik daar nu nog ooit komen? Hoe moet ik daar ooit nog komen? Wat? Ja, kom naar het eiland er tegenover, want die heb ik overgenomen. Ja, maar dat kan niet. Jawel, ik heb blocks. Ik zit daar. Oké, ja, dan moet je er nu heen komen. Maar ik ben wel even iemand aan het killen. Oh, wacht, ik probeer deze rood hier te killen. Oh mijn god. Enzo, kom naar die andere kant. Ik kan niet meer rennen. Ik heb geen eten. Hier. Ja, gooi mijn blokken. Oh, heel snel, want die rood gaat misschien komen. Kut, ik heb niet meer genoeg blokken. Oh my god. Kut. Je verspilt er ook superveel. Kut, wacht. Ik heb wel een pickaxe. Komt goed. Nee, oh, dat werkt niet. Kut. Wat doen we hier? Oké, ik kan ook niet meer sprinten. Wat doen we hier? Groen in onze rug. Ja, maakt niet uit. We halen deze gewoon weg. Later. Oh, nu moeten we naar iemand anders eiland die een brug heeft. Oh, hij heeft het gehaald. Kut, ik moet hem even doodmaken. Oh, wow, ik kom je helpen. Hij moet even dood. Ja, lekker. Ik heb 5 diamonds. We hebben geen eiland meer, geen blokken. Kijk hoe sloom ik ben. Goed. Lekker bezig. Ik heb 10 dia. Oh, verkeerde kant. Wat kunnen we nou nog doen? Oh mijn god, ja, we kunnen niet naar... We moeten een villager. Kijk dan hoeveel iron ik heb. Maar hoe komen we überhaupt omhoog? Ja, dat moeten we ergens via die een brug heeft. Niemand heeft een brug. Niemand, hè? Nope. Dit is echt chill. Hoe gaan we dit ooit nog redden, Jeremy? Ja, ik denk het niet. Ik denk gewoon niet. Ik heb 15 diamonds. Wauw. Ja, er komt iemand hier naartoe. Gaan hier weg. We gaan hier weg. Nee, kom. Nee, kom. We pakken haar. Hier, ik ben aan het slaan. Ja, kom. Hé, hey. Oh, het is een meisje, joh. Oh, maar ik mag niet. Hoppakee. Oh. Ja, ze is dood. Oké, ik heb 16 diamonds. Heeft iemand hier een brug? Nee. Niemand heeft een brug. Je kan nergens omhoog. Nee, dat is gewoon het gevaarlijke aan Aquarius. Ja, als je naar beneden springt met te weinig bloks. Ja. Ai. Maar jij verspeelde ze net ook allemaal. Jij liet je ook gewoon naar beneden vallen. Nee, ja. Ja. Hebben ze hier ondertussen al een brug of niet? Hij heeft daar een brug of niet? Ja, maar kijk die gear die ze hebben. Ja, maar... Red je echt niet om dan nog eventjes dingen te kopen. Oh, wacht. Redden we het nu wel hier links? Nee, dan redden we het ook niet. Nee, we hebben geen blokken. Nee, we redden het gewoon niet. Zullen we gewoon vragen aan iemand of ze blocks voor ons hebben? Ja, Red. Can we have some blocks? Please drop it for us. Please. Daar komt groen. Je komt groen. I give you 10 dia. Ik geef hem 10 diamant als hij... Kijk, hij heeft zoveel blokken. Wat gaan ze doen daar? Wat doen ze? Dit is echt naar. Kom. Gaan we met hem mee? Ja, kom, laten we hier... Kijk, nu kunnen we een trap bouwen naar boven. Oh, nee, rood zit daar. Oh, rood gaat je killen. Ja, kom helpen dan. Ja, ik kom helpen. Jij hebt gewoon nog eten? Zo, ik heb haar gekild. Jij hebt gewoon nog eten? Oh, kijk dan. Nee, nu niet meer. Ik heb nu niks meer. Oh mijn god, kijk dan. We komen gewoon omhoog. Oh, oké, hak het daar. Dan kunnen we omhoog. Ja. Ja, go. Ik ben omhoog. Koop snel wat. Oh mijn god. Koop wat. Koop, shit. Nee, ik ga groen niet slaan. Groen is Oh mijn god. Yes, ik heb... wie is hij? Hij heeft je eraf geslagen. Oh mijn god. Help, ik ga dood! Oh mijn god, heb ik het overleefd? Wat gebeurt er? Ik heb wel overleefd, ik sta op een dak. Oh mijn god, ik ga dood Enzo, ik ben wel dood, shit. Ja, ik kom naar je toe rennen. Ik wilde slim zijn, maar ik ben niet slim! Wat de kut! Oh, shit. Balen, kijk waar ik sta op een dak. Ik had gewoon een half hartje.
het was een dikke pickaxe. Zijn we al Obsidian hier? Dat was echt de spannendste game ooit. Ja, echt wel. Weet hij dat ik hier ben? Maar die groene, die was vriendelijk. Die sloeg niet terug. Nee, klopt. Dat was wel super relaxed. Maar weet hij dat ik hier ben of denk je van niet? Nee. Ze zitten gewoon dingen te kopen. Ze zien je niet. Heb je genoeg... Kijk, die running panda, die staat daar bovenop. Ja, maar je kan dat ding niet slopen. Wat heb je gekocht van je geld? Ja, alleen maar blokjes en eten. Dus... Bouw dan gewoon terug naar je eigen land. Nee, want ik heb maar 3 blokjes. Oh mijn god. Gebruik nog een keer stiekem de villager als ze weggaan, ja? Ja. Sowieso gaan ze nog van hun eiland af. Ja, daar moet ik gewoon op wachten nu. Je moet gewoon letterlijk wachten totdat ze van het eiland af gaan. Yep. Dat is het gewoon. Ja, ze weten nooit meer dat ik hier ben. Volgens mij hebben ze letterlijk. Nee. Ze zitten gewoon te farmen. Ze hebben, even kijken, wat hebben ze? Ze gebruiken die diamond generator en zo. Oké, ja. Ze zitten nu op het hoekje. Ja, ze hebben al obsidian helemaal om hun ei heen. Dus het is zo dat ze eigenlijk al weg kunnen. Een soort van veilig weg kunnen. Ik kan ook gewoon, want ik heb 21 dia, hè. Dus ik kan gewoon een diamond pickaxe kopen en dan gewoon een ei kapot maken. Ja, maar dan moet je wel echt wachten totdat ze weg zijn. Ja. Sowieso gaan ze nog wel weg, want ze zijn nu eenmaal aan het keren. Het duurt nog wel echt super lang, denk ik, maar... The waiting game. Ja, echt wel. ze zitten heel lang nu bij die diamond generator gewoon. Ik ben de moonwalk aan het doen, kijk. Oh. Nou, entertain je kijkers maar op deze manier. Kijk dan, de moonwalk. Holy shit. Nu de moonwalk weer. I got the moon. Zal ik even verslag doen van de andere eilanden? Hoppa, ja, doe eens even. Even kijken. Nou, eentje gaat inderdaad weg. Eén van rood is weg, naar het midden. Ja, ik zie het. Die gaat naar het midden. Wat is die andere aan het doen? Oh, die is het hier kapot aan het maken, zodat mensen niet naar boven Pink kunnen. Pink leeft ook nog. Die hebben ook nog steeds geen brug. Wat de hel? Iedereen maakt zijn brug weer kapot. Ja, die rood is nu ook alles aan het kapot maken hier. Groen heeft ook nog geen brug. Groen is aan het bouwen naar oranje. Wat kan ik hier aan doen, mensen? Waarom gaat hij niet ook weg? Oh, gaat hij ook weg? Die gaat ook weg. Ja? Die andere van rood gaat ook weg. Ja, die is naar beneden gesprongen. Hij is naar beneden gesprongen, ja. En die andere van rood is in het midden. Oké, daar ga ik. Stiekem. Okay. Oh mijn god, ze hebben het niet door. Oh mijn god. Ze hebben het niet door. Ik zal wel kijken wat ze doen en als ze doodgaan of zo. Even kijken, die ene zit in het midden. En die andere, ja, ze zitten gewoon in het midden te farmen. Eentje, die panda. Oh nee, ja, ze blijven daar. Heb je een pickaxe gekocht? Hebben hun al dia? Oh, wacht. Ja, hun hebben dia. Wacht, ik heb dia nodig. Maak dat ijsstuk. Oh nee, want weet ze dat je er bent. Ja, daarom. Dus ik blijf hier gewoon een beetje undercover. Ik zal wel zeggen als ze teruglopen, ja? Ja, doe dat. Want dan kan ik een diamond zwaard maken en zo. Ja. Snap je? Ik zal wel zeggen als ze teruglopen. In één keer komen ze terug, heb ik hun dia geüpgraded. En zo, wat? Ja. Oh, nee, ze zitten in het midden dia te farmen. Oké, ik maak even wat golden apples. Oh, dit is zo chill. Oh, nee, er is eentje dood, lul. Ja, ik zie het. Oh, er is eentje dood. Oh, ga weer het dak op. Ga het dak op. Komt goed. Ik heb nog 1 dia nodig voor Diamond Sword. Nog 1 dia. Snel. Oh, hij loopt naar de Diamond Generator. Oké, ik ga hier omhoog. Oh nee, hij springt weer naar beneden. Hij is naar beneden gesprongen. Oh, hij is weg. Ja, hij is weg. Hij is weggegaan. En die vriend van... Oh, die andere komt terug. Die andere komt terug. Dit is echt de James Bond aflevering en zo. Dit is die James Bond aflevering. Holy moly. Alleen maar het liedje eronder te doen. Dat is de Pink Panther. Ja, dat is helemaal geen James Bond. Maar ik heb nu een iron helm, een iron chestplate. Waar zit je? Oh, daar. Heb je wel een goede pickaxe al? Ja, ik heb een diamond pickaxe, kijk. Ja, en ik heb dus 12 dia over voor een diamond sword. Ja, je moet eerst volledig gebruik maken van dat ze... Ja, dat ze niet weten dat ik hier ben. Ja. Ja, die andere is in het midden. Ja, deze is nu alles aan het upgraden. Dus hij is inderdaad al die dingen aan het upgraden. Hij heeft ook de Diamond Generator. Maar in één keer die kerel... Hij heeft de Diamond Generator naar 3 geüpgraded. Oh yes, dat is heel gunstig. Oh, die andere rode komt weer terug volgens mij. Er liggen er echt gewoon 10 diamonds of zo liggen er nu. Ja, weet je wat het is? Die gast van rood, die kwam in één keer terug. Die was dood gegaan. Die spande naast mij. Ik zei, wow, wat is dit? Oké, die andere van rood komt ook weer terug. Dus ik moet denk ik wel even een tijdje wachten voordat ze weggaan. Maar we kunnen dit nog winnen, Jeremy. Ja, dit is zo fucking baas. Want als hun daar gaan vechten, is rood gewoon dood. Yup. Oké, eentje gaat volgens mij weer weg of niet? Oh, nee. Nou, eentje... Ik weet niet waar die andere is. Eentje die zit nog op het eiland hier. Ja, ze staan hier allebei nu. Eentje is omhoog aan het bouwen. Oh, ja, het eiland. Eentje is er nu weer terug. Oh. Ja, ze zijn gold aan het...
verzamelen. Dus ik denk dat ze arrows en een boog gaan fixen. Zo mooi dat ze niet weten. Ik heb 54 blokken, dus ik zou naar mijn eigen eiland kunnen, maar ik denk dat dat niet handig is. Nee, je kan beter gewoon hier blijven wachten totdat ze weggaan. Orange en yellow zijn dood. Oké, dat scheelt. Oh ja, Orange heeft geen ei meer. Ik moet eigenlijk wachten totdat rood... Ik moet gewoon gebruik maken van die level 3 generator van Dia als ze weg zijn. Dan moet ik gewoon superveel farmen, goed gearen. En als jij ziet dat ze weer terugkomen, dan gewoon het ei kapot maken. Ja, ik ga ze gewoon volgen als het eiland afgaan. Ja. Of ik kan... Oh, wat een hele goede strategie is, denk ik... is dat ik bij de obsidian ga staan met een pijl en boog. En als ze dan omhoog aan het bouwen zijn, dat ik ze eraf schiet. Want je bent 4 seconden dood. En dan hak ik het ei kapot als ze dood zijn, snap je? Ja, maar ik denk sowieso als ze weggaan en ze gaan vechten... op dat moment moet je de ding gaan slopen. Oh ja, want als ze dan het gevecht verliezen, dan zijn ze meteen weg. Ja, dus dan... En dan letten ze sowieso niet op dat hun ei-stuk is. Oké, ik zie ze hier gewoon staan. Hè. Ik zie staan. Want dit is het enige eiland aan deze kant van de map. Dus ze moeten wel naar de andere kant toe. Want daar zit iedereen. Hun zijn pitgeveilig namelijk. Oké, hij komt omhoog. Hij is hier obsidian. Ja, hij doet er obsidian bij. Ja. Oh, die andere gaat weer weg? Wat hij er nu bij doet, is totaal niet nuttig. Nee, eigenlijk niet, nee. Maakt niet zo heel veel uit. Je kan nu nog steeds het onderste blokje weg. Ja, die andere gaat weer weg. Ja, die heeft alleen maar iron chestplate en leggings. Ja. En die andere die gaat nu diamonds farmen. Ja, oh, dat is jammer. Inderdaad. Hij heeft iron leggings en iron chestplate. En hij pakt nu diamond. En hij heeft een iron sword. Hij pakt... Ja, hij is hier en wat heeft deze hier beneden? Want op zich kan ik wel nu, denk ik, het ei kapot maken. Die hier beneden, die heeft gewoon normale spullen. Gewoon stone sword en zo. Maar... Hij heeft een diamond sword nu gekocht. Ja, ik zie het. Ik zal echt wachten totdat ze van hun eiland met ze afgaan om te gaan vechten. Want ze denken nu dat ze zo safe zijn, omdat ze aan de andere kant van de map zitten. Ja, en hier is niemand meer. Ja, hier is niemand meer. Dus zij gaan sowieso daarheen om te vechten. Ja, ik weet het zeker. Dus ja, ik zal, ook al is het kut om nog even te wachten, maar dat wordt zo'n mooi moment dadelijk. Dat wordt zo mooi. Ja, als jij dan nog op dat eiland zit. Dan denk je in één keer, hè? Ja, what the fuck? Oh, die gele, die leeft nog. No! Ja. Oh, die rode komt alweer terug volgens mij. Ja. Nou, hij bouwt het dak op. Hij bouwt het dak op? Oh, dan moet ik even oppassen dat hij niet mij ziet. Zit hij op hetzelfde level als ik? Het zou super random zijn. Hij? Hij bouwt echt super random. Ja, dat was heel raar, ja. Hij gaat weer terug. Ja. Ik denk dat hij dat ze gewoon full gearen. Dan gaan ze daar naar de overkant. Ja, dat denk ik ook. Ja, hij was gewoon diamond aan het halen. Omdat ook al heb je de level 3 generator, als je iets moet delen, dan gaat het alsnog minder snel natuurlijk. Ja, klopt. Nou, het is gewoon de waiting game even, Enzo. Ja, dit is wel echt even de waiting game. De James Bond aflevering van de eeuw. Jongen, dit heb ik nog nooit gehad. Dat mensen je niet zagen. Nee. Ik snap ook niet dat ze denken dat je dood bent. Ja, dat is het. Meestal zien mensen wel van... Oh, er is nog één over, weet je wel. Want je weet gewoon tegen welke kleur je vecht. Ja. En dan ga je kijken bij tap, weet je wel. Mm-hmm. Maar ze hebben echt gewoon geen flauw Ik zit even op andere eilanden te kijken. Oranje is er nog eentje van hier zo. Screamy YouTube. Ja, en twee groen en pink. Hoe zien groen en pink er? Hebben die veel? Groen loopt in full chain. Oh, Full chain, dat vind ik echt de raarste armor om te halen eigenlijk. Ja, dat is ook best wel gek. En nog één pink leeft hier. En Miss YOLO is net dood gegaan, zie ik. Oh, pink Fleurtje 014, die heeft full iron en een diamond sword. Zo, Fleurtje. Fleurtje gaat lekker. Ja, Fleurtje gaat lekker. Oh, hij komt weer omhoog. Ja, ik ben nu niet bij jou aan het kijken. Groen gaat in ieder geval nu voor het midden, dus... Oké, hij ziet me niet. Oh, dit is echt James Bond. Kijk, sowieso ziet hij mij niet. Oh, hoppakee. Oh, shit. Ja, hij ging eventjes bijgebouwd. Extra. Zo, hij heeft wel veel nu erom, hoor. Ze voelen zich dadelijk zo veilig, maar volgens mij hak je daar best snel doorheen. Ja, het is gewoon 2 obsidian beter doorheen. Ja, volgens mijn calculaties is dat volgens mij iets van 12 seconden hakken of zo. Toch 6 seconden per blokje. Dat is volgens mij best een nauwkeurige calculatie van nu. Toch 6 seconden per blokje of zo? Train, meneer. 6 seconden per blokje? Ik weet eerlijk gezegd niet. Huh? Volgens mij was... Ik zie helemaal in de verte... Zie ik een ei staan? Kan dat kloppen? Gewoon recht voor mij, dat oranje huis. Dan zie ik gewoon een ei staan zonder iets eromheen. Hey, Fleurtje is dood gegaan.
Maar het oranje huis heeft geen ding meer. Roze is weg. Pink is weg. Ja, roze is dood. Ja, ze viel naar beneden hier. Oh, died in a void. Oh, dit is zo nice voor ons. Wel zuur voor haar inderdaad, ja. Maar groen loopt echt een crappy kleding, in principe. Oké, okay, dus eigenlijk heeft... de enige tegenstander is de plek waar ik ben, dat is rood. Ja, rood en oranje. Maar rood denk nu dat ze super safe zijn, want ze zijn de enige met goede armor. Ja. En met heel veel shit om de obsidian heen. Ik vraag me echt af wanneer ze weggaan. Ja, ik ook. Ik dacht ze hebben allebei al full armor namelijk. Ja, ik had echt verwacht dat ze al veel eerder zouden gaan. Maar ze moeten natuurlijk allebei een boog, een punchboog, een powerboog, een gold apple, een shield. Dat kost echt gewoon meer dan 200 diamonds bij elkaar volgens mij. Ja. Oké, ze gaan nu nog één keer volgens mij de obsidian bijwerken. Oh, ja. Ik zie het. Jezus, hoeveel wil je eromheen doen? Er zitten nu 3 lagen zitten eromheen. Ja, niet normaal. Oh, nee, 2 maar. Het zijn maar 2. Dus gewoon 1. Ja, 2. Als je die onderste 2 hakt, dan heb je ze. Zo grappig dat ik hier gewoon sta, zo dichtbij gewoon. Ja, het zou helemaal grappig zijn. Ook al zo lang ook gewoon. Het zou echt helemaal grappig zijn als dit gewoon kijkers van mij zijn. Dat ze de video kijken van ze. Ja, nieuwe video van Enzo om 7 uur. En dan kijken ze en dan. Nee, dat was Enzo. Oh my god. Ja. Blockhunter 0 en Running Panda. Running Panda, Panda. Super veel obsidian. Ja, joh, kijk dan. Blijven maar farmen en doorgaan. Ze gaan gewoon voor de pure safe win. Ja. Tenminste, dat denken ze. Ja, inderdaad. En als je dadelijk faalt. Oh, laten we het niet. Ik mag echt niet falen. Oké, eentje gaat naar het midden. Ja. Ik denk inderdaad dat ze nu wel klaar Adi zijn. Adi de King van Groen died in the void. Ja, maar ze hebben nog een ei. Ja, dat weet ik. Maar dan is hij in ieder geval zijn items kwijt. Ja, eentje gaat met full iron en diamond sword naar het midden. Ja, die andere die koopt nu volgens mij nog één dingetje in de shop en dan gaat hij. Oké, laat ik het hopen. Ik ga alvast hier naar de zijkant. Hij zit in de shop namelijk, dus ik denk dat hij hierna gewoon weggaat. Zal ik even kijken waar hij heen gaat? Ja, die andere, ik hou deze wel in de gaten. Wat de fuck, hij zit bij de diamond generator. Wat wil je nu nog met de diamond generator? Ja, dat snap ik ook niet. Zal ik gewoon stiekem naar beneden gaan die diamonds pakken? Nee. Blijf daar. Het is weet je zeker? Zo gevaarlijk. Hij slaat je zo dood, joh. Hij heeft echt goede shit. Ja, hij deed echt zelf ook naar de diamond generator. Ja, ja. Zie je, dus als je er nu was... Ik zie hem gewoon, oh my god. Ja, dit is... Running Panda, hij staat gewoon een beetje te springen en te slaan. Ja, dit is zo geniaal om te zien vanaf mijn perspectief. Ja? Ja. Holy shit. Oh god, ik wil zo graag die diamonds, maar ik moet gewoon geduld hebben. Ja. Kom op, waarom ga je nou niet weg? Die andere guy, die zit... Waar is die andere gast heen? Deze van rood, wat gaat hij doen? Gaat hij weg? Waar is die andere gozer? Ja, die staat... Oké, die andere gozer is nu echt officieel aan het vechten aan de overkant. Dus ik denk dat die andere gast hem sowieso gaat ondersteunen. Deze guy die is gewoon iron aan het farmen. Ja, wat doet hij nog hier? Ja, wat doet hij hier nog inderdaad? Ga gewoon lekker weg. Ja, ga gewoon fighten met z'n tweeën. Hij staat nu bij de shop. Ja, hij loopt een beetje heen en weer. Ja, hij gaat weer diamonds farmen. Die andere guy aan de overkant, die zit te schieten naar de eilanden. Dus ik hoop dat hij nu ook gewoon gaat. Oké. Waarom gaat hij niet? Hij zit weer in de shop. Ja, als ik kon zien wat hij allemaal nu aan het kopen was. Ja, volgens mij slaat helemaal nergens meer op. Kom op, ga hem gewoon helpen. Ik zit nu in hem. Hij gaat weer bij de diamonds. Hij heeft 2 kisten daar neergezet, daar zo, bij de diamonds. Oh, misschien maakt hij dan extra iron. Als ze doodgaan, ze maken extra setjes. Ja. Ja, dan pak ik die hele kist fucking leeg. Die hele kist rip ik dan even. Gaat hij naar beneden? Nee, hij bouwt een muur. Oh, hij gaat gaan ze een kasteel maken? Ja. Dat meen je niet. Hij mag echt geen kasteel maken hoor, want dat betekent dat hij nooit meer van het eiland afgaat gewoon. Oh mijn god. Oh, Blockhunter is dood. Ja, nu gaat hij iets meteen in de kist zeker, of niet? Ik zal even kijken. Ja, klopt. Ja, zie je? Hij heeft meteen weer full gear, of niet? Wacht even, hoe ga ik uit iemand? Uit iemand? Ja, ik zat in hem. Heeft hij meteen weer full gear? Nee. Die guy gaf de diamonds die hij had. Dat was dus het enige. Ik denk niet dat er in die kist wat zit, wat nodig is. Oh ja, hij gaat echt gewoon een fort maken hier zo. Nee joh. Jezus. Ja, maar dan is het dadelijk extra grappig en zo. Als je,
als ze dan weggaan, denken super safe zijn en dan ineens destroyed your egg. Nee, denk je zo, fuck. Klote. Ik ben gewoon aan het gapen, zo lang duurt het ja, al, dit joh. Is echt kut, jongen. Dit is echt klote. Ik snap het niet, joh. Man, ze hadden man, al lang man. Moeten gaan. Zie je, daarom haat ik dit soort games, ouwe. Om zo tegen ja, maar te ja, ze tegen, zijn ook al zo ongelooflijk sterk. Zoveel sterker dan groen. En ik bedoel, waar is Oranje eigenlijk, Jer? Wat doet Oranje? Oranje heeft nog één persoon levend. En die is ook gewoon hetzelfde aan het doen wat zij doen. Die zit gewoon op zijn eiland. Oh, echt? Ja, die zit gewoon op zijn eiland. Als ik mijn ei nog heb, schieten naar groen. Als ik mijn ei nog heb, zou ik gewoon meteen naar mensen gaan die gewoon geen ei meer hebben. Zodat je gewoon... Ja, groen hè, en rood. Die hebben allebei gewoon nog ei, super safe. Ja, die gaan helemaal niet op Oranje of mij, Gil. Nou, mij zijn ze kwijt dan, maar... Ja, ze hebben geen idee wie jij bent. Maar ze upgraden gewoon twee keer de Iron Generator, nu nog. Ja. Like, dat why? Echt veel zin, man, chill. En ze willen alles maxed hebben of zo. Ja, ik weet het ze niet. Ze denken echt dat het Sim City is of zo. Ik bedoel, na deze game is alles gewoon weer weg. Ja. Jongen, jongen. Ja, groen is nu wel bezig, hoor. Groen gaat nu een beetje heen en weer. Die zijn okay. Nu ook vol weer. Oké, dat is goed. Oh, nee. Stel voor... rood... Oh, nee. Rood moet sowieso van het eiland af om groen uit te schakelen. Dat moet ja, sowieso. Ja, dat moet sowieso. Als zij willen winnen, inderdaad moeten ze wel naar groen toe. Dat ja, doen ze sowieso met z'n tweeën. Ja, maar ik denk dat ze een beetje tegenop. Ik denk dat ze een beetje aan het wachten zijn totdat Oranje of Yellow dood is. Dus ze zijn sowieso die ene guy aan het upkeren, die Blockhunter. Ja, ja, dat sowieso. Ah, jongen. Kijk, ze gaan allebei naar Iron, like what? Maar ze upgraden weer. Ja, ze upgraden ze upgraden hem weer. Jezus. Het is jongens. Echt zo raar. Hoe oud denk je nu, je hebt ze nu lang genoeg bespioneerd, hoe oud denk je dat deze twee zijn? Ik heb aan geen de hand flauw van idee. Hoe ze spelen. Ja, ik weet niet. Weet je wat het is? Het is gewoon heel erg leuk om dingen te upgraden. Dat is wel gewoon een feit. Alleen... Ja. Ja, het heeft niet echt toegevoegde waarde. Je kan beter die snelheid erin houden. Maar daar heb ik ook ja, al vaak genoeg tempo, tegen. Weet je ja, heb ik ook vaak genoeg tegen jullie kijkers gezegd. Als je een beetje tempo erin houdt, dan kan je gewoon actie, actie, actie. Dan kan je gewoon gaan. En dan kan je gewoon. Dan kan ja, je gewoon snel dat winnen. Dat is ook de surprise factor, hè? Een beetje. Weet als je heel snel bent met alles. Weet je wat het ergste is? Ik moet straks gewoon weg. Dus beter schieten ze gewoon even op. Ja, godsamme, joh. Jongen, jongen, jongen. Ja, maar ik weet ook niet wat hij nu bouwt. Ja, hij valt nu... ook gewoon naar beneden. Ja, hij is iets aan het bouwen daar zo. Weet je, ik ga gewoon... Kom op jongens, ze moeten gaan! Ik ga gewoon die diamonds hier pakken hoor. Ik moet gewoon een beetje diamonds farmen, want anders dan gaat het hem echt niet meer worden. Oh, hij loopt daar nu heen! Ja, ja, ik ben het nog niet. Oh. Als hij nu weer weggaat, dan ga ik naar beneden. Dat horen ze denk ik. Oké, okay, die ene guy die is daar bezig met bouwen. Ik denk ik niet zal zeggen dat... als hij gaat shoppen. Hij gaat nu naar de iron. Oh, ik heb mezelf laten vallen, hoorde hij dat? Nee, hij gaat nu naar de shop. Hij gaat nu naar de shop. Gold en nu shop. Oké, okay, ja, hij shopt nu. Yes, en nu loopt hij... Ja, hij loopt weer terug. Hij loopt weer terug. En nu bouwt hij weer aan zijn fort. Ik heb 20 diamonds. Nice. Oké, okay, nu omhoog. Oké, okay, die guy komt. Er komt iemand. Hey, ik sta hier gewoon om de hoeken. Zelfs hier zullen ze me niet zien, denk ik. Oké, okay, kan ik diamond pakken? Ik zal even kijken. Oh, wacht. Hun hebben die chest hier staan. Hun hebben die chest ja. Hier staan. Zou eentje hier... is beneden aan het bouwen. Hij zit nu in de shop. Oké, okay, komt-ie. Wat zit erin? Hij bouwt nu aan zijn fort. Wat zit erin? Oh mijn god. Oh wat zat erin? My god, oh my god, hier. Yeah. Wat zat erin? Hij gaat zo hard lachen. Gaat wat zo... zat erin? Oh my god, weet je wat erin zat? Oh. Nee. Twee volle setjes iron. Oh, heb je alles gepakt? Een power 1 boog, een diamond sword. Oh mijn god. Als ze nu zien dat het weg is, hebben ze echt zoiets van, wat? Ja, maar dan weten ze sowieso dat je hier bent. Ja, weet dat sowieso. Ze bouwen nog steeds een obsidian ding. Hoeveel lagen wil je bouwen? Oh my god. Oké, oké. Okay, okay. Ik ga gewoon al hun setjes gewoon... Frustrerend dit zeg. Ik ga gewoon al hun setjes nu even weggooien. Hier, kijk, ja, kijk wat ik weggooi, hè. Kijk. Ja, gooi het gewoon allemaal de void in. Lekker bezig. Even wat oh, eten. Ik werd naar het midden geteleporteerd. Oké, okay, ik ga weer naar de Dime Generate, kan ik? Even, nee, wacht even. Ik was helemaal weggeteleporteerd. Ja, hij zit nu te werken aan de obsidian. En die andere, die is bezig met het bouwen van een trap. Oké, okay, dan ga ik naar de dime generator.
Ik zal je up-to-date houden. Je ziet je naam wel heel goed. Ja, je zag je naam net daar best wel goed. Iemand zit nu in de shop en hij loopt nu naar de diamonds. Ja, hij loopt naar de diamonds. Hij loopt naar de diamonds. Oh, hij kijkt in de chest. Hij ziet het. Hij ziet het. Hij ziet het. Ga omhoog, ga omhoog. Oh mijn god. Hij denkt, what the fuck. Holy shit. Oh mijn god. Ik heb ondertussen 42 diamonds. Hij dacht echt, wat? Hij kwam daar ook aan met een lege diamond generator. En hij keek in de kist en hij dacht, huh? Wat? Huh? Zit het er nou niet meer in? Die andere guy gaat nu ook kijken, denk ik. Die andere guy, ja, die guy gaat nu kijken. Oh nee, wat doet hij? Wat doet ze nou, jongen? Ja, die kansen niet kloppen. Dit is echt helemaal kut. Zou ik gewoon dat ei pakken en weer teruglopen? Als ze het niet zien, weet je. Ik denk wel dat je dan in die hoek moet gaan zitten. Ja, ik loop nu langzaam hierheen. Ik kom hier vandaan, hè, van deze kant kom ik. Oh, die ene zit nu bij die diamond. Die ene zit nu bij de... Die zit in die kisten te kijken. Nee, het zit er echt niet meer in. Nee. Maar ze maken zich nu wel echt klaar voor de strijd. Want ze maken nu een trap, zodat ze snel omhoog gaan. Ja, precies. Maar volgens mij zitten ze niet bij elkaar zoals wij bij elkaar zitten op Skype of zo. Nee, klopt. Want ze staan ook soms stil en dan... Ja. Ze gaan. Oh, ze gaan. Volgens mij. Gaan ze? Oh, Panda gaat weer terug. Nee. Oh, normaal vinden panda's leuk, maar dit is echt een stomme panda. Daarom haat ik dit soort game zo erg. Maar kan ik nu niet naar die obsidian? Even kijken wat hun aan het doen zijn. Groen is ook nog steeds undergeared en what the fuck. Oranje heeft een heel kasteel gebouwd. Ja, wat is hij aan het doen, die gozer? Ik ga even kijken. Als hij bij de diamonds... Hij staat gewoon stil. Maar als hij bij de... Kan ik deze sprong... Ja, deze sprong red ik wel. Hij staat stil. Als hij bij de diamonds is, dan spring ik naar die obsidian en dan ga ik daar bukken. Hij is bij de diamonds. Hij pakt nu de diamonds. Oké, blijf gecrouched. Ja, ik blijf gecrouched. Oké, ik denk dat ze het niet... Nee, ze zien het niet. Oké. Ik moet nog één obsidian volgens mij. Oh mijn god. Oh, ik heb het ei. Je hebt hem. Kijkt hij denkt, wat de hel? Hij denkt, wat de hel? Hij zit nu te kijken van, nee, dat meen je niet. Ga dak weer op. Hij zit te kijken van, hè? Wat? Hij ziet je ook gewoon niet. Wat? Handelingen van deze guy denk ik nu echt van, hij is echt twee jaar. Kan ik springen naar het dak? Kan ik springen? Ja, hij zit op de gold. Oh mijn god. Je mist. Oh mijn god, hij komt naar je toe. Even punchboog, hè? Oh mijn god, wat doet hij? Oh, hij denkt dat je om het huis heen rent. Oh, hij weet wel dat ik hier zit? Ja, hij zag je springen. Ik zat in hem, zeg maar, vanuit zijn view. Hij zag je vallen. Oké. Hij zit nu te crouchen. Hij denkt, waar is hij? Hij is heel bang. Oh, die andere guy komt terug naar het eiland. Andere guy komt terug. Maar die is undergeared. Die heeft heel weinig gear. Oh mijn god. Dat is zo spannend. Ja, hij loopt nu naar die kei. Ik ben bang, ze hebben mijn ei kapot gemaakt. Zit hier iemand boven ergens? Wat zal ik nu doen? Ja, ik weet het niet. Oh mijn god, dit was wel echt een coole actie. Ze zaten gewoon niet op te letten. Nou ja, ze gaan het dak op, Heb je een boog? Oh mijn god. Ze weten nu dat je er bent en alle spullen gestolen hebt. Oh mijn god, dit is zo spannend. Oké, ik sta hier bij de milkshake. Ja. Ze gaan het dak op. Het gevecht met je aan. En zo, als je ze ook nog alle twee kan killen, hè? Ja, ik kan dat denk ik niet. Shit, gast. Even kijken, waar is die? Ja, maar ze zijn helemaal niet zo goed. Ze hebben allemaal dingen verzameld. Voor niks. Oh mijn god. Kijk uit dat je er niet af... Ze hebben wel heel veel... Ja. Ik denk dat je van het eiland af moet rennen. Ze hebben gewoon een trap. Je kan gewoon naar het midden in principe. Je hebt genoeg. Oh, niet bij de randen zitten. Eentje zit nog boven je. Hij heeft een boog. Hij zit op je te mikken. Die andere. Ja, gewoon weg. Gewoon weg. Kijk uit, haar boogtje. Oeh, hij kan niet schieten. Ze kunnen allebei niet schieten. Oké, eentje raakt je. Lekker bezig, kerel. En je bent weg. Hoppakee. Wat? Wat is dit nou weer? Ik heb 58 diamonds. Rechts is oranje. Die heeft geen ei. Als je nu naar rechts gaat, daar is oranje. Hier. Ja. Heb je een boog? Nee. Ja, maar geen pijlen.
Nee, ik wil naar een eiland toe. Hoe kan ik naar een eiland? Rechtdoor. Oh, dit hebben ze dichtgebouwd. Rechtdoor. Groen heeft nog. Die heeft een hele bunker gebouwd, maar die heeft geen obsidian. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Hier zo heen? Ja, daarheen. Ja, en dan waarheen? Naar links of rechts? Waar zijn geen mensen? Links zijn geen mensen. Oké. Oh, dan ga ik naar links. Oh, dan kan ik eindelijk weer dingen kopen. Ja, dan heb je een eigen eiland. Eindelijk weer een eigen eiland. Oh, dit voelt zo goed. Holy shit. Oh, dit voelt zo goed. Er staat gewoon een taartje klaar voor me. Rood is zo hard gerekt. Oh my god. Deze gold generator is max upgraded. En deze diamond... Ja, daar zat die pink lady. Die pink lady. Deze diamond is ook fully upgraded. Oh mijn god. Even kijken, even pijlen kopen. Dit is echt te insane voor woorden. En even wat appeltjes. Oh, lekker. Ik heb en links zit groen en die heeft geen obsidian. Ik heb gewoon 64 diamonds, hè? Jezus. Oh, je kan een enderpearl kopen voor 64 diamonds? Koop hem! Ja, heb ik gekocht, heb ik gekocht. Oh, daar zaten ze misschien voor te sparen, ja, hè? Misschien wel, ja. Dan kan je... Oh, dat groen heeft gewoon niks. Oké, ik ga groen kapot maken. Ja, ik neem deze in. Enderpearlen. Ja. Even kijken, wacht. Zal ik kijken voor... Oh, je bent op het dak geteleport. Oké, ze zien het niet. Hij staat op de gold generator. Oh shit, heb ik blokken? Ja. Hij staat op de gold generator. Ja, dit is gewoon easy. Dit is gewoon easy. Ja, dit is easy. Hoppakee. En eentje heeft geen gear. Kill hem! Hij is net gespand. Ja, kill hem. Ze hebben niks. Kill die ene zonder armor. Hij gaat zijn armor pakken. Nee, maakt niet uit. Die andere had Ze hebben niks. Ja, je hebt rechts. Nee, andere kant. Hij staat achter het groene huisje. Achter. Hoppakee. En zo, je bent echt een held, jongen. Hoppakee. Rood is dood. Wat? Rood is dood. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd in de chat? Ik ga even kijken. Blokpanda died bij die mijn god. Die groene heeft ze allebei gekild. Die Elias die net dood is gegaan, heeft iedereen gekild. Oh, hij is hier. Oranje. Hij is hier. Kill Oranje. Ga eraf. Schiet hem af. Kill hem Enzo. Let's go, hij heeft een X. Oh, hij heeft een X. Oh, holy shit. Holy moly! Wat? Dit is echt de ziekste game ooit! Ja, Eggmark spotje van het jaar, dames en heren! Oh! Zo, hè! Holy shit, geduld wins the game! Zo zie je me weer, dames en heren. Geef nooit op! Dat is de boodschap! Bedankt allemaal voor het kijken! Bedankt voor iedereen die erin geloofde. Jij ook, Jeremy. Je hebt ook zoveel geduld gehad deze aflevering. Als we nu die 25.000 likes niet halen, hè? Jongen! Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen als je dat nog niet al hebt gedaan. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check het kanaal van Jeremy. Dankjewel allemaal. En tot morgen bij een gloednieuwe video. Peace.